Deze scriptschrijvers in New York pakken alleen de pen op om een protestbord te schrijven. Budgets are going up and up and up for these shows, for these films, and writer pay is going down. Why is that? It's unfair. Yeah, I think that people who write the shows that we consume every day deserve to be fairly compensated for their work. The industry's changed a lot in the last 10 years or so, and they've tried to not adjust the pay for writers despite that change. De huidige contracten zijn nog gebaseerd op lange series met wekelijkse afleveringen. Schrijvers krijgen betaald voor herhalingen en dvd's. You're not ready. Maar inmiddels kijken we natuurlijk massaal zo naar series. Op digitale platforms zoals Disney, Netflix en HBO. De stakende schrijvers hier zeggen de streamingsdiensten en studio's verdienen miljoenen met de successhows en series die wij schrijven. En wij zien er heel weinig van terug. Voorlopig zal er genoeg te streamen zijn, maar de dagelijkse avondshows worden nu al herhaald. It's the Late Show. Want zonder schrijvers geen actuele grappen.